Kim Cattrall, beter bekend als Samantha in Sex and the City, wordt met een fictieve ruzie uit het vervolg op de serie geschreven. In januari werd bekend dat er een vervolg op de Amerikaanse hitserie zou komen. Cattrall heeft het naar verluid al een tijd flink aan de stok met hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker en heeft daarom geen zin meer in een vervolg. In de serie wordt daarom dezelfde reden aangehaald. Tekst gaat verder onder: advertentiemensen komen en gaan, net als in het echte leven, vertelde Casey Bloys, chief content officer bij HBO Maximaal, aan Fline. Vriendschappen vervagen en nieuwe vriendschappen ontstaan. In de serie spelen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Christine Davis nog steeds de rollen van Carrie, Miranda en Charlotte. Ze proberen een eerlijk verhaal te vertellen over 50-jarige vrouwen in New York, vervolgt Bloys. Het zou ook een beetje natuurlijk moeten aanvoelen. Vrienden die op je 30ste had, zijn er soms niet meer als je 50 bent. In januari werd bekend dat er een vervolg op de populaire serie komt, genaamd And Just Like That. HBO gaat in eerste instantie 10 afleveringen van 30 minuten maken. De oorspronkelijke serie, gebaseerd op het gelijknamige boek van Candace Bushnell, was van 1998 tot 2004 te zien. Er werden in 2008 en 2010 al 2 films als vervolg gemaakt. Voor de nieuwe serie krijgen de dames ruim 8 ton per aflevering betaald. Bushnell's Blockade